Ja, ik ben al de hele ochtend zo blij als een kind. Want ik mag vandaag kennis maken met een heus muzikaal enigma. Want deze mysterieuze nieuwe artiest die had al meer dan 500.000 streams op haar eerste twee tracks. Maar niemand wist wie ze was. En ook online niet over haar te vinden. We hebben een detective erop gezet. We zijn op speurtocht geweest. En het mysterie wordt ontrafeld vandaag. Dames en heren, een dampend applaus voor the artist formerly known as Caro Emerald. Oftewel, The Jordan! Caroline, goedemorgen. Goedemorgen. God, wat grappig om je nou... Je bent geen spataden veranderd. Je ziet er alleen beter uit dan ooit. En je bent een hele andere artiest. Ja, leuk hè? Wat gebeurt? Allereerst fijn dat je hier bent. Ja, dat vind ik ook echt heel leuk. Want de laatste keer dat je hier was, was volgens mij midden in de corona-ellende. Oh ja, misschien wel ja. Jeetje, dat weet ik niet meer. Dat is alweer zo lang geleden. Ja, dat is alweer lang weer vergeten. Maar heb je in ieder geval gemist? Ja. Dat sowieso. En het voelt als de dag van gisteren dat we jouw hele oeuvre compleet grijs draaiden. Wat heb je allemaal? Je bent getransformeerd tot een ander artiest. Ja, ik heb... Ik zie er ook iets meer uit zoals ik er gewoon uitzie, denk ik. Maar ik heb in de tussentijd heel veel nieuwe muziek gemaakt. En daar best wel lang aan gezeten. Heel erg gezocht, want ik wilde wat anders doen. En dat lijkt voor de kijker thuis natuurlijk een beetje van... wow, wat is er gebeurd met die vrouw? Maar daar heb ik heel lang over gedaan. Dus dat is niet over één nacht ijs gegaan. En nu heb ik een nieuwe plaat gemaakt. En die is heel anders dan wat ik vroeger maakte. Dus nieuwe naam, nieuwe look, nieuwe alles. Ik weet inderdaad, vroeger je had die hele garderobekast meegenomen... en jij transformeerde jezelf tot Caro Emerald. Dat hoeft dus niet meer. Nee, dat hoeft niet meer. Dat scheelt een hoop tijd. Ik ben wel benieuwd, want de Jordan, waar komt de naam vandaan? Vertel eens. De Jordaan. Ah, dus toch? Ja. Ja. Ja, daar ben ik. Ik ben daar geboren en getogen. Ik ben geen echte Jordanezen, moet ik er wel bij zeggen. Anders is het niet eerlijk tegenover de Jordanezen. Maar voor mij maakte het wel sens om dat als naam te gebruiken. Omdat ik voor mijn gevoel terugga waar ik vandaan kom. En je hebt een hele goede tandenborstel, zie ik. Dus dat komt heel goed uit. Ja. Maar het klinkt ook alsof je iets heel anders doet dan je inderdaad voorheen deed. Hoe zou je dat omschrijven nu als zijnde nieuwe stijl? Ja, ik vind het altijd heel lastig om muziek te omschrijven. Zeker als je het zelf hebt gemaakt. Maar voor mij is het pop. Gewoon een beetje duisterder pop. Met een trip-hop invloed. Ja, het zit ook wel beats in en zo. Wat hip-hop in. Zoiets. Ja, ik moest aan Portishead denken. Ja, uiteraard. Ja, ik zeg trip-hop en ik bedoel ook Portishead. Maar er zitten ook wel andere trip-hop invloeden in, ja. Het klinkt in ieder geval fantastisch. En was het lastig om deze sound te vinden? Want je dacht, ik begin opnieuw. Ja, het was heel lastig, want ik begon gewoon open. Wat ik gewoon wilde, was andere muziek maken. Gewoon iets anders. En wat het moest worden, dat wist ik eigenlijk ook niet. Dus ik ben gewoon begonnen met schrijven. En toen kwam er van alles uit. Ook dingen die ik zeker niet ga laten horen. Hey, jammer. En die heel anders zijn dan wat ik nu heb gemaakt. Maar dit liedje, Best MD, dat was de eerste die echt een hele duidelijke sound had. En waarvan ik meteen dacht, oh, dit past bij mij. Want het moest voor mij wel echt duidelijk anders zijn. Maar het moest ook bij mij passen. En dat was wel even zoeken, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Komt er een album aan? Wat kunnen we verwachten allemaal? Ja, ik ga op Noorderslag spelen. Er komt een album aan in februari. En daarna staan we ook nog in Paradiso. In maart. Zo, kijk aan. Dat is een lekker begin. Maar je hebt gewoon een hele nieuwe... Je hebt jezelf opnieuw uitgevonden. Ja, precies, ja. Ik kan niet anders zeggen dan dat. Ja. Ja, ik kan niet wachten om het live te gaan horen. En ik denk onze lieve luisteraars ook niet. Best Damn Day. Is de band er klaar voor? Ja. Yes. De thee staat ook klaar met honing. Ga ervoor liggen waar je ook bent. Dit is The Jordan Live. So long, too sweet. Trying to paint a picture I can be. I won't lose more sleep. Trying to give them what they want from me. But I'm not bitter, 'cause I'm a winner. I'm living bigger, won't you come with me to the bright side and live the good life? I'm writing history, now come. The best damn.
tables just turned. I've been busy writing my own words. No pain, just work. Gonna live the stories I deserve. Can you feel it underneath it? It's like the dawning of my darker side. Yeah, I'm a winner. I'm living bigger. Now I'm a sinner. Honey, come. I'm a winner, living bad and bigger. Come on, baby, take it. Waanzinnig, gewoon live dit, hè? De Jordan. En Best Damn Day. Och, ik kan helemaal mensen zeggen. Ben je al gebeld door James Bond? Mensen om de soundtrack te verzorgen voor de volgende film? Want dit kan er zo in, hè? Ik wil dat wel. Ja, zie je wel. Nou, ik heb het nummer al doorgegeven, komt goed. Productie neemt contact op. Het is waanzinnig, jullie mogen niet weg nog. Want er komt nog een klassieker aan, hè? Zo meteen. Ja. Ja. Houden we nog geheim? Ja. Ik hoor net betrouwbare bond. Dat we nog even geheim houden. Vind ik goed. Zometeen meer The Jordan Live. Karel, fantastisch dat je er weer bent. Heerlijk. Dank je wel. En een uur geleden zetten zij al ons allemaal op scherp. Maar we werden getrakteerd op een fonkelend concertje van The Jordan. En godzijdank nog steeds bij ons op de bühne. Caroline! Hallo. Goedemorgen. Nog steeds daar, wat fijn. Ik ben er. Ja, zeker. Ik heb even leuk, want we hebben hier zo'n toegang tot wat jullie allemaal produceren op muziek voor ons. Jullie hebben lekker staan jammen even een uurtje. Ja. Heb je stiekem dingen opgenomen? Nee, ik heb niks opgenomen. Maar gewoon even lekker luisteren wat je doet. Maar ik denk, ik hoor drums. Zijn ze al aan het oefenen? En toen hoorde ik net een klein stukje Stevie Wonder. Mag niemand weten natuurlijk. Maar ik hoorde gewoon een stukje Stevie Wonder. Jullie zijn lekker bezig. Ja, dat is toch, moet een beetje warm worden in de ochtend. Ja, hè? Nee, maar dat is absoluut waar. En dat klinkt ook waanzinnig. Want het is tijd, dat is natuurlijk de nieuwe single al gedaan. Best Damn Day. Maar het is tijd voor een top 4000 klassieker. Ja. En ik ben benieuwd, wat gaan jullie voor ons spelen? Wij gaan spelen Stay van Rihanna en Mickey Echo. Oh, wow. Dat is een mooi nummer. Ja, toch? Die gaan jullie helemaal verjordanen. Ja. Dat is eigenlijk. Is dat een werkwoord vanaf nu? Ja, het is vanaf nu een werkwoord. Jij hebt het bedacht. Ja. Nou, ik ga ervoor zitten. Dit is The Jordan Live met Stay. Tell me now, you know.
sure how to feel about it. Something in the way you move made me feel like I can't live without you. It takes me all the way, and I want you to stay. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move made me feel like I can't live without you. It takes me all the way, and I want you to stay. Ooh, the reason I hold on. Ooh, 'cause I need this hole gone. Funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move made me feel like I can't live without you. It takes me all the way. Godskool leren zeggen. Dat was mooi. Waanzinnige versie van de Jordan hier. Och, Caroline Esmeralda van der Leeuw, wat heb je gedaan? Prachtig. Ja, echt, mensen zeggen, wauw. Van wie was het origineel ook weer? Die vergeten we, doen we deze. Mickey Echo en Rihanna, die hebben het origineel op hun naam staan. Dat is die badkuipclip, hè? Nou, dit was een warm bad, hoor. Zeker. Wauw, wauw, wauw. En een hoop mensen die zich ook vragen, niet alleen James Bond, maar wanneer, Songfestival, ben je ooit wel eens gevraagd eigenlijk? Ja, ik heb het er wel eens over gehad. Ja? Ja. Maar verder dan een gesprek is het niet gekomen? Nee, nog niet, nee. Okay. Ik zeg niet dat ik er niet voor open zou staan, eerlijk gezegd. Oh, nou kijk, ja. We schrijven dit heel even op. Ja, schrijf maar even. 19 oktober 2022, ze zei het. Waanzinnig. Fijn dat jullie er waren. Ik ben heel benieuwd naar wat er gaat komen allemaal. De Jordan. Ja. Ik ook. Only Just Begun, zongen de Carpenters ooit. En dat zou zomaar het geval kunnen zijn. Ik stel voor, tot snel. Ja, tot snel, Gerard. The Jordan! Waanzinnig, een mondje de steen. Nou, dat spreekt boekdelen. Absoluut waar.